Yes, we zitten erin, jongens. Yes, yes, trein laden. Goed, zullen we helemaal beginnen dan? Oh, we maken wel even dag, we mogen met dag beginnen, vind ik. Oh, graag, ja, alsjeblieft. Oké. Okay. Hey, hallo allemaal, wow. Ik ben Arjan, hier tegenover mij staat Jan. Hallo. Hij loopt alweer weg, maar goed, hier is Paul. Yes, hier ben ik. Hier is, hier is Jordi. Hallo. Louis. En Mark. Hallo. En welkom op een nieuw Tidia. Het is een, de vorige sheet was heel leuk, want die we de vorige keer hebben gebruikt. Want dan hadden we alles een beetje in 2000 blokken om ons heen. Dat is nu ongeveer ook zo, met uitzondering van een paar biomes. Dus we hebben een fijne sheet gevonden waarin we lekker met z'n allen aan de bak kunnen. Even kijken, Bert, duidt ook, Bert komt ook net binnen. Maar ik weet niet waar die hier... Ja, nog steeds met zijn Kerstman outfit. Hey, maar goed, in ieder geval, we gaan lekker aan de bak hier en we gaan even een beginnetje maken. Nou ja, dat valt aan het begin nog niet zo, even tegen een boom aan stampen, zeg maar. En even onze plek zoeken, dus dat heeft wel even tijd nodig. Dus alles wat ik vanavond ga doen, ga ik niet, lang niet alles van laten zien. Hey, maar af en toe kom ik wel even bij je terug. Ja, Paul, waar ben je dan? Ja, hier ben je, oké. Okay. Hier ben ik. Ja. Je hebt een idee van waar je ongeveer wilde gaan zitten, hè? Ja, dat is goed. Je zegt, ja, hier, waar die animus staat, zeg maar, dit stukje, het lijkt me leuk om iets met water en boten te gaan doen. En het lijkt me leuk om dit rivier... Ah, ik val hier al in. Het lijkt me leuk om deze rivier, zeg maar, een beetje begaanbaar te maken. Dus naar andere delen van de map te gaan. En dan zal ik zelf te denken om... kijk, dat kleine eilandje, daar kan ik geen... Zo, het begint wel lekker. Ja. En dat kleine eilandje, daar kan ik natuurlijk geen fatsoenlijk huis op kwijt. Dus ik dacht, dan doe ik dat daar achterin zo'n beetje. Daar zo... Nee, daar, hier gewoon. Dus gewoon deze berg is eigenlijk van jou. Deze. Nou, oh, deze bergen, ja? Nou, jij weer deze... een berg. Er is een lama daar, jongens, in het water, of niet? Ja. Oh, leuk. Dat heb ik. Dus jongens, ga lekker even een gat graven dat iedereen even steunen heeft. Nou ja, dus we kunnen in ieder geval... Ja, doe je ding, joh. We kunnen in ieder geval een plekje uitzoeken. We kunnen ook gewoon met z'n allen even wat span een beetje pimpen, zeg maar. En ons dingetje doen. Er is nu al een Enderman boos. Oh, ik zie dat mijn Rest in Peace counter het ook doet. Hé, hey, maar Arjan. Twee keer al. Arjan? Ja? Stel, hè? Jij gaat, zeg maar, nu waar je nu heen kijkt. Ja? Die berg, rechts voor je. Ja? Als jij, zeg maar, dat stuk neemt. Ja? En ik neem dit stuk hier rechts, met je aan het begin, zo. Ja, prima. Is dat goed? Dit is jouw eilandje dan, Arjan? Nou, mijn eilandje. Ik wou hier een huisje bouwen. Dan lijkt me wel leuk om er een beetje uitzicht te maken. Ja, oké. Okay. Zoiets. We gaan hier wel ergens in. Oh, shit, ik zit nog in... Ik zit nog in creative, omdat ik net het voorbereiden was. Zal ik juist niet, hè? Ik begin gewoon weer in creative. Nou, hup, dan gaan we dat snel even... Wacht even, ik moet even dat stamboonstammetje terugzetten die ik met één klap eruit sloeg. Oh, dat is wel knap, hoor. Wat is Bert allemaal aan het doen? Die is al 3 keer dood gegaan. Nee, die is voor mij even testen of die counter het doet. Dan ga ik hier naar spawn en dan zet ik mezelf in de juiste game mode en dan kunnen we aan de gang. Nou, lieve mensen, we gaan even rommelen. Af en toe kom ik wel even bij je terug met een kleine update, denk ik. Maar goed, we hebben nog wel even wat te doen, denk ik. Zo is het. Was het plan nog dat ik bovenop jou een kasteel ga bouwen? Of is het van nou, zoek maar lekker ergens een... Bovenop mij? Jij ging toch mijnen? Ging ik bouwen? Oh nee, ik wil wel een huisje neerzetten. Ja, Jan. Wat dan? Het is... Ja, het is... Misschien dat ik ook wel gewoon hier... Ja, ik weet het niet. Oh, ik neem die berg daar. Hier regent het altijd. Dat vind ik jammer. Dus ik ga toch wel in die berg daar, hoor. Want waar begint die savanne ding? Nou, dat zie je aan het gras, hè. Zodra het gras... Zo. Oh, ah, die top. Lama spuugt, joh. Waar die... Spuugt die? Ik geef die lama een lel en hij spuugt. Maar waarom geeft dat ding een lel? Ja, het is gewoon nergens voor nodig, Jan. Maar eens kijken wat vlees daarvan komt. Super onsympathiek is dat als je dat doet. Jan. Je hoeft het niet meteen die beesten dood te maken. Je kunt er eerst even kijken hoe kun je ze lief, even aaien. Nou, nee, precies. Kusje geven. Je zegt, kijk wat voor vlees er afkomt, zeg je. Kusje. Ja, ik bedoel, ik moet toch weten waar ik op de barbecue leg. Nee, je moet luisteren. Dan fok je ze eerst en dan ga je daarna ze dood maken. En dan zie je wat het vlees eraf komt. Dan laat je eerst de oudjes gaan en dan de kleintjes laat je nog even lekker leven. Oké, maar dan loopt er hier maar één. Oh ja, nou oké, niks aan te doen. Ook geen idee hoe die moet gaan fokken eigenlijk. Ik heb het gevoel dat ik veel meer bereik heb met mijn armpje. Maar goed, dat kan ook gewoon aan mij liggen. Dus je armpje Arjan, ik heb een ander plan. Als je, het is wel zo, Paul, als je hier naast gaat zit, dan ben je wel echt... dan zit je wel echt, zeg maar, zo in elkaar als mijn, hè? Dat snap je ja, wel, precies. Hè? Dus ik heb een ander plan, zei ik net.
Ik ga een ander plan trekken. De afstand... Dus ik heb gewoon een ander plan getrokken. Alright. Want de afstand die we hadden, zeg maar op de vorige 10 jaar, die was op zich best wel... We zaten redelijk dicht op elkaar, maar toch genoeg, ver genoeg uit elkaar dat we lekker konden mijnen, zeg maar. Ja. Nee, dat is ook lekker. Ja, is goed. Wordt het nu alweer donker? Yep. Oh, nou, mensen, ik ben er maar net begonnen. Reset de server maar. Zo. Andere sheet. Even opnieuw beginnen. Ja, ik zit hier. Link, jij hebt daar een weilandje gemaakt? Of een akkertje? Ja, zit je zo dichtbij? Dat heb ik gemaakt. Ja, maar Arjan, ik ga hier toch niet mijnen. Dan ga ik verder op doen. Ik heb een akkertje hiervoor in het water. Bedoel je die? Huh? Nee, ik heb in het eilandje op, bij spawn heb ik een akkertje gemaakt. Ja, oké. Okay. Nee, ja, ik heb nog wel uitzicht. Oh, daar ben je of niet? Ja, hier ben ik. Je bent echt heel dichtbij. Ja, maar ik ga hier alleen een woning bouwen. Mijnen doe ik hier niet. Oh, oké. Okay. Ja, goud komt tegen. Echt bizar, hoe kan het dat ik eerder goud tegen kon dan ijzer? Oh, dat is wel bizar. Dat kan ik niet weghalen natuurlijk. Kak. Oh. Nou ja, ik was wel gelukkig bijna thuis, dus als goed is liggen mijn spullen daar nog. Stel erheen, Jan. Oh, je hebt geen keep inventory natuurlijk. Nee, we spelen lekker weer op hard. Dat zijn we zo gewend, hè? We spelen lekker op hard, zonder keep inventory. Op hard? We spelen altijd op hard. Oh, we spelen altijd op hard. Okay. Welke kant ben je uitgegaan trouwens, Arjan, met mijnen? Want ik wil misschien toch even iets onder een grond een beetje gaan maken. Toch nog. Ja, maar een klein beetje. Zie, gewoon even zo, zo begint het dan, hè? Ja, nou, zo begint het, Arjan. Up to now. Ik heb je nog gewaarschuwd. Goh, eerst zeggen van een beetje territorium bewaken. Zorgen dat we gezellig bij elkaar, maar ook weer niet te dichtbij. Zodat je niet in elkaars mijn zit. En voor je het weet, hoppa. Zit die vuistdiep in jouw mijn? Oh, vuistdiep. Ik ben nog even... Oh, godverdamme. Oh, nee, joh, het hoeft niet hoor. Nee, Jan, ik ben richting de zee gegaan. Maar ik heb nog maar één gang gemaakt. En ik ga nu de andere kant op, want ik krijg een grot tegengekomen nog. Oké. Okay. Zelfs geen gat in de grond. En waarom is het nu donker? Dory. Omdat het nacht is. Dat is de natuur. Maar lukt dat het overal regent, behalve hier. Het regent helemaal om dit eilandje heen, want om het eilandje heen ligt strand en er ligt rivier en daar regent het allemaal wel. Alleen een stukje eiland is savanne, daar regent het dus niet. Wat heb je aan goud? Daar kun je rails mee maken, voor die elektrische rails. Ook. Onder andere. En Jan weet alle andere toepassingen ook nog ervan. Appeltjes, gouden appeltjes. Gouden appeltjes. Een klokje. Oh ja, gouden appeltjes, dat wil ik gaan gebruiken. Ik wil gewoon zombies bekeren, dat lijkt me leuk. Wat wil je? Zombies bekeren. Dat lijkt me ook leuk. Een soort van leger of een Jehovah's getuige. Ja, precies. Ja. The power of Arjan Kapelsje. Ja, dat werkt. Kan je alles netjes in kisten doen, dan... Gesorteerd. Ja, dan moeten we beter. Ladies and gentlemen, we've got ourselves in a bandit mineshaft. Kijk dan. En mijn klaging. Maar waarom hoor ik dit dan niet? Ik hoor helemaal niks. Wat wil je horen dan? Ja, gewoon dat er een grot is, zeg maar. Dat wil ik horen. Hallo, er is een grot. Ja, maar goed. Ja. Dat Oh, creeper! Meteen al, gezellig. Ik word het eerste mos wat ik dood maak. Oh, kom een creeper. Maar hij komt niet overheen natuurlijk, stom. Heb je een geluid wel aanstaan van Minecraft? Jawel, zeker wel. Hij ploft nu ook. Maar goed. Ondertiteling. Lekker uit de buurt. Ondertiteling. Godgeluid. Ja. Dus... Godgeluid rechts. Oh, waarom ga ik er nou uit? Oh, er staat hier ook een kistje. Nee, daar komt het. En wat zit erin? Daar komt hij. Waarschijnlijk een diamant. Spullen. Pompoenpitten en lapis. En brood. Nou, brood vind ik wel handig. En voor de rest niet heel veel soeps. Ah, dit vind ik leuk. Me like it a lot. Hey, als je er nou zeg maar... Als je nou een naamkaartje op zo'n lama kan hangen... Ja? Wil je dan in ieder geval eentje Ruben Nicolai noemen? Of... Of tel backhand. Ja, ik wou het net gaan zeggen. Oké. Okay. Ik ga het mee. Of alle vier. Alle vier de lama's. Okay. Ik heb helemaal niks met die lama's. Heb je niks met lama's? Nee.
Kijk, het is voor, heel erg voorbij Tycho Marijnse tijd. Dat is echt lang geleden alweer, de Lamastop waren. Nou, maar 10 jaar geleden. Ze vonden dat dus een tijdje terug, vonden ze dat op YouTube. Hebben ze dat op YouTube al die afleveringen zitten binnen. Ja, echt? Ja. Nice. Ik piste vroeger echt letterlijk in mijn broek van het lachen. Ja, daar hadden ze nog wel last van. Ja. Ik hoor hier lava in engigheid. Toch niet, hè? Welkom bij de club. De club van monsterjagers, jazeker. Ik ben er één van. Eindelijk een normale grot gevonden. Ja, naast die mijn die ik al had natuurlijk. Maar goed, oké, ik moet niet klagen. Ik weet het. I know. Ik doe het. Niet doen, niet klagen. Gewoon door de bovengraven. Dat was ik aan het doen. Goed. Ik hoor lava. Mm. En als ik lava hoor, dan betekent het dat ik een... Dikke vette punt achter ga zetten. Dat ik een dingetje kan maken. Een netherpoort. Oh, een netherpoort. Daar heb ik zin in. Hey, mijn eerste redstone. Lijkt me goed om die eerste netherpoort op spawn te plaatsen. Ja. Zodat die ook in de nether gewoon lekker uitlijnt daar. Zo, de mythe. Dit is maar ook even een lava plas hier, ho. Dat is helemaal niet diep ook. Waar zit ik op? 46. Nou, nice. Nice. Het gaat echt niet hard met die trek, hé. Nee, als je rustig aan doet. Maar spring je ook niet dan of zo? Ja, nou ja, niet echt. Ik heb het automatisch spring nog steeds aanstaan. Ik probeer daar een beetje aan te wennen. Ik denk dat ze hebben ze niet vanzelf. Ah. Dan hebben ze niet per ongeluk erin gestopt. En ik weet nog dat ik vroeger altijd aan het klagen was. Dat ik gewoon, als ik een berg op ging, dat ik helemaal surf die spatiebalk aan het douwen was. Dus dan denk ik, zijn ze ons daarin tegemoet gekomen. Dan moet ik er ook een keer gebruik van gaan maken. Mm-hmm. Ik vind niks. Nou ja, het is wel gek dat je heel snel een bokje op hupt, zeg maar, soms. Maar goed. Ah. Ja. Goed, ik denk dat ik mijn spullen maar als verloren moet beschouwen. Waar ben je in de lava gesprongen om te kijken of het er nog lag? Ja, al 2 keer, maar dan kom je vervolgens een skelet tegen. Ik sta trouwens nog steeds in de fik. Terwijl ik gerespawnd ben. Ja, dat is meer ik blijf fikken. Dat is een visuele glitch. Ja, dat lijkt me zo. Dat is niet echt. Hoppakee. Nou, ik heb mijn eerste... graantjes al geoogst, hoor. Ik kan precies 1 brood maken. Oké. Dan heb ik er 4 met wat ik net in die kist vond. Maar een lekker zeg. Oh, dus... creeper opeens. Hoe komt die opeens? Echt, Paul die maakt alle opnames praktisch onbruikbaar natuurlijk. Pak aan, kleine vlegel. Zo. Onthoud in de schaduw. Zo, de mythes, hé. Je bent wel echt van de keiharde straten al. Ja, een beetje in. Zoals Paul schrikt ervan. Zo, precies. Klein puntje. Zo. Jongen. Maar onthoudt hij die schade niet aan die beesten? Dat weet ik veel. Dat denk ik niet. Die beesten stellen misschien ook wel gewoon je op markt. Hoe dan? En gewoon door even te chillen, als jullie weg zijn. Oh ja, tuurlijk. Dat kan ook nog, ja. Wat ook voor rare grom. Ik hoor een heel rare grommetje, hoor ik. Of is dat zijn die lava's? Of zijn lava's, lama's. Zijn het de lama's die dat doen? Die maken gek geluid. Ik weet niet of dat grom is. Ja, een soort raar grommetje. Zal wel zo'n lama geweest zijn. Is er iemand met al goede wapens of zo toevallig? Ik denk dat ik een zombiespanner heb gevonden. Er komen er zoveel uit. Oh, daar moet je wel zuinig op zijn. Die moet je niet kapot maken, hoor. Nee, maar ik kom daar die grot in en er komen meteen 3-4 van die beesten op. Maar. Oh, maar ze vermenigvuldigen zichzelf ook heel snel, hè? Of tenminste, dat is zo'n hoort idee krijg je dan. Ja. Dat is ook een beetje een game-element. Level design. Het is allemaal level design. Oh, hey, kunnen we de map ook op simpel zetten? Ah joh, schijs uit man. Oh, jongen. Mark, je kan ook gewoon een ander spel gaan spelen, hè? Precies. Dan kan je zelf ook op simpel zetten. De patiënt is wel opgestart, zeg ik altijd maar. Patiënt is wel opgestart. Ah, weer zo'n skelet. Het is gewoon echt zo gevaarlijk, jongens. Kijk uit, ja. Hè, daar. It's a rough world out there. Hé, er staat een huisje. Wie heeft dat huisje gebouwd daar? Even kijken hoor. Waar? Ik zie hier een huisje. Mark heeft nog een huisje.
Ik heb een huisje. Maar dat ziet eruit als... dat zal Jordi zijn, of niet? Wit dak. Ja, heb jij dat? Ja, dat ben ik. Ah. Kasteeltje? Op een eilandje. Nice. Paul is al 5 keer dood gegaan, hè? Dat vind ik ook wel leuk om te... dat vind ik wel leuk om te laten zien aan de mensen. Ja. Dit is wel een stukje wat ik laat zien. Dat is wel het vermelden waard. Ja, dat is op zich wel grappig. Kijk, dat Herga aan top staat, oké, dat snappen we allemaal wel. Ik heb 5 emmers gemaakt. Hé, hey, lava is niet infinite, hè? Dat lepel je gewoon op, hè? Dacht ik. Ja, dat klopt. Helaas wel. Helaas wel, dat is toch helemaal niet zo vervelend. Dus lava zat in de wereld. Boven bedrock is tegen al lava. Dat is ook wel zo. Ik heb 15... Miljoen mensen. Nee, wacht even. Je hebt 14 blokken obsidian nodig voor een netherpoort. Dus... Toch niet zijn er 10 nodig. Nou, minimaal 10, dat klopt, ja. Dus dat betekent dat ik er twee wandelingetjes heen en weer... kan ik een netherpoort bouwen. Dat is op zich wel leuk. Ik heb nu 5 emmers. Ik heb 5 emmers met lava nu, ja. Ik heb, hoezo? Wil je obsidiaan hebben? Ik heb een diamant, houwil. Ja, maar nu ga ik het even op de oldschool manier doen, hè. Oh, met zo'n, met een mal. Generator. Nee, met een mal. Ben je mal? Ik ga een mal maken. Godverdorie, Jordi, die stampt me daar toch eventjes weer een dingetje uit de grond. Dat gaat ook in een tempo. Dat je denkt van... Denk hier omhoog. Alle, met magisch. Je moet wat doen, hè, met je leven. Je zit hier in een ravijnpaal. En daar spant sowieso van alles? Of, Ja, heel veel. En zeker met een stroompje water, dan gaan we lekker met water mee. Het kan vrij vlot gaan. Misschien moet ik even die waterstroom... ik heb er 2 obsidian. Yay! Nu de rest nog. Ik heb wel een... diamant of wildje kan toch... Oh nee, dat is net niet al is druk. Ja, maar Jan, ik vind het zo leuk om een malletje te maken. Ja, daarom. Oeh. Rust, Paul. Ja, ik werd weer beschoten door een dinges. Oh, er komt ook een zombie aan. Ik heb de helft van mijn portal klaar. Ik heb de helft van mijn portal klaar. Nou, wees trots. Koop een tatervirus. Lekker bezig, Arjan. Ja, lekker. Dat rijmt ook voor geen ene meter. ik heb ook geen netherpoort nodig natuurlijk als ik deze bouw. Het staat gewoon zo dicht bij mijn huis, dat is niet meer nodig verder. Oh ja. Spawn zit er vlak voor de deur. Wow. Ik schrik me helemaal de... Wat dan? Ja, van die ontploffing. Ben je zo dichtbij dan? Ja, ik loop achter je. Ik ben alweer naar beneden gedreven. Gedreven? 5 emmertjes water. Gedreven. Ik weet niet of iemand van jullie zin heeft om naar de netten te gaan. Oh, dat kan binnen nu en een paar minuutjes. Wie wilde naar de nether? Ik wil het wel zo. Wel leuk, alleen... Ja, ik heb hem niet heel weinig... In dit stadion. Hop. Op zich, ja. Goh, waarom niet? Maar aan de andere kant... Ik ga er nu de fik erin doen, denk ik. Zo. Eerst even uitgraven. Ja, leuk is dit, man. Ja? Goed zo. Ik vind het echt leuk om zo een poort te bouwen. Oh, oké. Ik dacht dat je al in de nether was. Nee, maar ik bedoel zonder diamant gewoon. Dat je dan gewoon zo een poort bouwt. Ik vind het leuk. Ja, nou... Even kijken. Kom maar dan. Een onderweg. We need to go deeper. Dat moet ik krijgen zometeen, toch? Ja. Ja, als het goed is wel. Heb jij een boom geplaatst daar, Jan? Ja. Gekkie. Kijk, het is dag. Kamers. Alright. Het begint al wat te lijken ook nog, joh. We graven deze rakker uit en dan gaan we onze dood tegemoet. Is dat een nieuw musical of zo? Ja, dat is een nieuw musical dat heet. We graven deze rakker uit en we gaan onze dood tegemoet. Hoe gaat de schoolmusical heten dit jaar? Heb je al een aansteker? Zo, ik heb een aansteker, Jan.
Tuurlijk. Oh, kijk. Always come prepared. Hop, de mazzel. Zijn jullie even goed uur? Dag! Wat ga je doen? Je gaat er Nether in. Ik ga de varkenszombies slaan. Ja, ik zou meteen al die gasten in de Nether boos maken. Ik heb gelijk lijk. Ja, ik heb ook lijk. Ja, dat komt natuurlijk omdat jij die Nether in gaat. Even die Nether in. Maar. Zo, lekker uitzicht. Hij moet even genereren of zo. Ik kon er niet eens in, joh. Nee, maar dat heeft even tijd nodig. Ja, ik kon er wel in. Wow. Uitzicht is prima hier, hoor. Oh, dat is niet verkeerd. En ook niet zo'n heel gevaarlijk punt, denk ik. Oh nee, dit is mooi. Misschien moet ik nog even ergens een fortje in de buurt. Dat zou lekker zijn, als we zo'n fort hadden. Ja hoor. Ja, hieronder gewoon. Direct onder. Fantastisch. Nou, mooi. We spawnen met de Nether. De Netherpoort zit echt rechts boven de Netherfort. Ja. Alleen hier is wel, zeg maar, hebben we hier een plekje dat we een mooie hub kunnen bouwen? Ah, jawel, dat kunnen we uitbouwen, toch? Ah, jawel. Zo, die Jordi is inderdaad bezig, man. Zo, die Jordi. Even kijken. De hakken. Zie ik nog wat? Ik zal nog even wat, hoe heet dat spul? Holy shit, Jordi! Kwarts of zo. ik heb nog steeds geen enkel blok neergezet, maar jij hebt al een heel kasteel uit de grond. Waar kom jij naar bovengrond dan, Paul? Gewoon, dit is mijn stuk. Maar waar dit dan? Dit is mijn... Wat dan? Maar jij ziet Jordi zijn poort, dus dan moeten we elkaar toch kunnen zien, want ik sta op spawn. Ja. Waar ben je dan? Zeg maar, als je ik sta rechts van die berg. Rechts van die berg. Als je op spawn staat en dan naar rechts kijkt. Ik sta je bent alweer naar de bewoonde wereld. Ik sta op spawn, kijk naar mijn eilandje en dan naar rechts. En dan naar rechts. Ik zie de poort. Oh ja, ik zie hem bewegen. Ja, in de verte. Als je de poort uitkomt en je gaat kijkt naar Jordi, dan zit ik aan de rechterkant. Ik kijk naar Jordi, dan zit ik op de rechterkant. Oh, dat zijn wel leuk. Oh, daar. Lekker in de buurt. Ja. Gezellig. Het is alleen nog maar een gat in de grond. Gezellig. Maar... Nou, ja zeg. Twee dagen geleden zijn we hier begonnen. Op deze map. Het is inmiddels alweer 2 dagen geleden. Ja, ik spring echt van het ene moment naar het andere moment. Wat je tot nu toe hebt gezien was allemaal de eerste avond. En nu zijn we 2 dagen verder. En ik kom hier terug in mijn stripmijn. En het is gewoon 1 grote kippenhok. Dat is het. Kippen. Kippen. Dat is hier aan de hand. Ik vind het maar een toestand. Mijn stripmijn. Dus ja, dat is wat ik gedaan heb. Zeg maar. De afgelopen dagen. Zo boeiend was het niet. Opgehoepeld kippen. Sorry, maar ik doe echt geen kippen hier. Lekker wat eten, dat vind ik wel fijn. Ik ga ze allemaal kapot maken. Wegwezen. Ik wil even laten zien, want de video, ik heb hem tot nu toe gemonteerd. En ik zag dat op, ik weet niet meer uit mijn hoofd, ik dacht een minuutje of 20, 22 of zo zaten. Dus dat houdt in dat het tijd wordt om er een dik vet punt achter te zetten. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar, zonder dat ik jullie even laat zien wat er tot nu toe gebeurd is. Sorry kippetjes, bedankt voor de eitjes, sowieso. Ik bouw mijn eigen nieuwe kip ook wel weer. Ja, ga er maar vandoor. Zo. Wie heeft dat dan toch gedaan, jongen? Echt die kippen. Ja, hup. Vlug maar. Vlug maar. Ah, dat zijn er veel te veel, man. Dat iemand een eieren overschot. En die heeft het allemaal hier gedumpt. En weet je wat? De vorige keer dat ik gestopt ben. De vorige keer was gisteren. Toen heb ik zeg maar alles mooi uitgesorteerd dat ik helemaal klaar was voor stripmijnen. Als ik weer gewoon zou inloggen, zou ik weer lekker verder gaan stripmijnen. Maar niks ervan. Ik moet nu eerst allemaal kippen slachten. Opgehoepeld. Bedankt voor de veren. Want ik kan nog wel wat pijlen gebruiken. Kippen. Jordi. En... Zo. Wil je kippen? Nee. Ik heb genoeg. Oké, goed. Hé, maar... Nee, ik heb genoeg... Jij nog, hè? Dag! Zo. Wat heb ik nou verteld dat ik moest vertellen? Ja, 2 dagen geleden zijn we hier begonnen. En sindsdien heb ik een beetje zitten stripmijnen, een beetje zitten boeren en verder eigenlijk niet zo heel veel. Maar, goed, ik laat je wel even zien wat we gedaan hebben. Maar het is nacht. Waarom is het dan weer net nacht op het moment dat ik... Oké, ik ga even vragen of mensen willen slapen. En het is dag. Fijn. Fijn, fijn, fijn. Het is geregeld. En wij gaan even naar buiten. Hopelijk is het safe. Ik heb me zwaar bij de hand. Moet ik kijken of eieren ik heb. Niet normaal toch. Hé, maar goed. Sinds de laatste keer heb ik dus... Of sinds eergisteren heb ik een beetje lopen handen hier. En dit heb ik een beetje gemaakt van het eilandje. Ik heb het hier een beetje afge... Of, zeg maar met de grond naar beneden gemaakt, zeg maar. Hoe zeg ik dat nou netjes?
Maar goed, ik heb het eiland een klein beetje vergroot, kunstmatig. En hier wat zijn hier? Meloenen, volgens mij pompoenen, graan. En daar heb ik bieten geplant. Het mooie is, de spawn, volgens mij blijft spawn ook altijd... Nou, moet je nou kijken wat daar staat, zeg. Wat is dat nou toch? Oké, goed. Wat is er nou? Wat zegt ze nou? Kijk, dit. Dit is de stripmijn. Daar kom ik net vandaan. En daar is de verlaten mijnschacht. En daar is het ontzettend veilig nu. Waarom? Dat zal ik even laten zien. Want die heb ik helemaal safe. Nou ja, zul je net zien dat ik nu weer tegenkom. Maar het is echt helemaal safe. En ik heb ook nog wel een leuke vondst gedaan. Ik heb die hele mijnschacht gepind en opgeknapt. Het ziet er weer helemaal netjes uit. En het is helemaal safe. En om niet te verdwalen heb ik in ieder geval ga ik nu verdwalen. Wat had ik net die redstone daar? Om niet te verdwalen heb ik redstone op de grond gelegd. Ja, hier. Zie, er is net daar weer een zombie. Maar dat is een verdwaalde zombie. Die kunnen we nog wel hebben. Ik heb een paar leuke dingen hier. Eén daarvan is hier. Namelijk een skelettenspawner. Daar kan ik vroeg of laat wat mee doen. Ik weet nog niet precies wat ik ermee ga doen. Maar het staat er en het is er helemaal klaar voor. En ja, kijk, als ik hier rond ga lopen, dan ga ik compleet de weg kwijtraken. Dus dat ga ik ook maar niet doen. Oh ja, en hier is de andere spawner. Er was in deze mijn maar één gifspinnenspawner. En die staat hier. En ik weet niet of dat nog nut heeft om die te bewaren. Dus ik heb hem nog maar eventjes laten staan. Dat dus. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb die hele mijn gepimpt. Het is gewoon prima lopen hier. Maar ja, ik heb hier verder niet zoveel te zoeken. Kijk, er valt hier ook niks meer te halen. Ik heb alles al weggehakt. Maar het is wel leuk dat het gewoon lekker strak en netjes is. En verder heb ik... Ik kwam vanaf deze kant. Verder heb ik nog iets leuks. En ik hoop dat ze er nog zijn. Ja, ze zijn er nog. Want ze hebben namelijk van mij een blokje gekregen. Deze twee grappenmakers kwam ik tegen in deze mijn. Ze hebben echt een rotgeluid. Echt een rotgeluid. Maar die kwam ik hier tegen in de mijn. En deze blijven lekker in het hokje staan. Met hun steentje wat ze van me hebben opgepakt. Daardoor die spawnen ze niet. En ze blijven hier lekker staan totdat ik het medicijn heb om ze te genezen. En dan worden het straks gewoon normale dorpelingen. Die wat mij betreft hier... Nou, als ik hier een beetje afbaken, want ze kunnen nog wel ontsnappen. Maar als ik hier een beetje afgebakend gebied van maak, dan kunnen ze hier straks lekker rondstruinen en hun ding doen. En misschien ook wel naar boven, dat weet ik allemaal nog niet. Maar, nou dat dus. Maar hier ben ik dus helemaal klaar. Ik ben eigenlijk op dit moment klaar met deze mijn. En, oh ja, trouwens, dit is de trap naar boven naar buiten. Maar hier heb ik ook nog een trap naar die andere trap weer. Zo, dan kom ik weer. Ja, in ieder geval lekker bezig geweest. Dus gewoon lekker bezig hakken. En de buis, die heb ik hier. Tenminste, ja, ik heb hier, zeg maar, dit is mijn rommelkist. Hier zit echt van, ik word al, als ik er naar kijk, dan denk ik, oh, hier moet wat mee gebeuren. Maar hier hebben we de buit. Kijk, ik heb nog niet superveel diamant gevonden. In totaal 18. Dus dat waren precies twee blokken. Maar voor de rest, ja, ik kom dus om in de redstone. Om in de kool. Ik heb al twee gouden appels gevonden in kistjes. Dit heb ik ook allemaal uit de mijn gehaald. Dit zat in een kist in de mijn. En dit vond ik ook in een kist. En voor de rest, ijzer. Hartstikke veel ijzer. Super veel eieren ook inmiddels. Die zou ik trouwens even in de oven gooien. Bedenk ik me nu. Ik bedoel, lekkere kip erbij. En daar is Jordi. Met zijn gigantische kasteel. En we kunnen dus, zeg maar, de volgende keer even rustig gaan kijken bij de rest. Want als we zo een beetje hier spieken vanaf spawn, dan zien we dat Mark daar al iets gemaakt heeft. Hij is er ook ontzettend druk nu, zie ik. Jordi, dat is gewoon... Ja, maar als ik naar kijk, denk ik, ja... Oh, alle mensen. We gaan er ook nog een keer kijken. Paul, die zit daar ergens in de verte. Maar wat hij gedaan heeft, weet ik nog niet. En Jan natuurlijk ook. Die gaan we allemaal nog opzoeken. Maar de kop is eraf. Voor deze aflevering zit het er wat mij betreft op. Ik wil je bedanken voor het kijken. Laat even weten wat je ervan vond. En de volgende keer heb ik misschien wel een huisje of iets. Daar moet ik allemaal nog over nadenken. Maar goed, ja, kip. Ah, hier mag je wel lopen. Hier heb ik geen bezwaar tegen. Kippen mogen hier wat mij betreft wel lopen. Maar goed, de volgende keer heb ik misschien wel een huisje staan. Dat weet ik nog niet. Maar dat zie je dan allemaal dan wel weer. Dikke vette punt erachter. Tot de volgende keer. Bye bye.